In het gebouw van de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein in Den Haag heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Het gebouw moest tijdelijk ontruimd worden. De brand ontstond in een keuken op de 5e verdieping van het gebouw. Door de brand ging de sprinklerinstallatie in het pand af en kwam er water in te staan. De brandweer zette waterstofzuigers in om dat weg te krijgen. Het schoolplein stond al snel vol met studenten en leraren. U hoorde het net al van Tjeerd Spoor. Het personeel van de HTM gaat vrijdag actie voeren voor een betere cao. Na de politie gaat nu ook het HTM-personeel een lawaaiactie houden. Tram- en buschauffeurs zullen vanaf 11:54 zes minuten lang al klingelend en toeterend rondrijden. Of de directie van de HTM er wakker van ligt, is nog maar de vraag. Ik ben een tramliefhebber, dus dat tramgeluid kan mij niet vaak genoeg geluid worden. Ik heb ook op mijn ringtoon, dat zal ik je laten horen, ook het tramgeluid gezet. Maar het geluid dat de tram- en buschauffeurs morgen in de Haagse regio zullen laten horen, zal als het aan de vakbonden ligt een stuk minder aangenaam klinken. Ja, we praten verder over de lawaaiactie met verslaggever Tjeerd Spoor. Tjeerd, hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, de bonden en de HTM-directie die praten al een tijdje met elkaar. En ze zijn elkaar nu genaderd om een verschil van 0,09%. HTM-directeur Jaap Bierman zegt dat hij ook verder aan alle eisen tegemoet is gekomen en dat hij een prima salarisaanbod heeft gedaan. Je moet niet actie gaan voeren om een verschil van 3 euro per maand, zegt hij. Maar volgens de bonden gaat het wel om meer dan dat. Bierman zegt dat hij genoeg water bij de wijn heeft gedaan en dat de bonden nu iets terug moeten doen. Zo gaat dat als serieuze onderhandelingspartner. Laten we nou niet elkaar de tent uitknokken voor zo'n klein verschil. Maar u zegt een klein verschil, 3 euro heeft u het over. Maar dan kun je ook zeggen, van waar heeft HTM het dan over als het maar om 3 euro gaat? Nou kijk, in een onderhandeling, ik weet niet hoe vaak je onderhandelt, maar als je dus van 1,81 naar 2,3 opschuift van jouw kant en de ander is niet bereid om van 2,39 gemiddeld die 0,09 in te doen, ja, dan verlies je toch een beetje het respect van de onderhandelingstafel. De HTM is ook van mening dat klanttevredenheid van invloed moet zijn op de salarisverhogingen. Hoe zit dat? Ja, directeur Jaap Bierman wil een cultuurverandering bij zijn bedrijf. Volgens hem is iedereen op de vloer, van de trambestuurder tot aan de koffiejuffrouw, verantwoordelijk voor het product. Die moeten ervoor zorgen dat de reizigers zich tevreden voelen. In Rotterdam werkt dat al en daar krijgt het personeel dan ook meer salarisverhoging. En zo ziet Bierman de toekomst van de HTM ook voor zich. Wij zijn pas tevreden als onze reizigers tevreden zijn. Dat zijn ze nog niet altijd, dus we moeten heel hard werken met elkaar om dat te bereiken. Als dat lukt, wordt het openbaar vervoer ook populairder. Komen er meer mensen, krijg ik iets meer omzet, heb ik ook makkelijker wat uit te delen aan mijn collega's. Dat mechanisme is belangrijk. Dat was dus Jaap Bierman, directeur van de HTM. De trambestuurders die wij vandaag spraken, hadden nog niets van de bond gehoord over de lawaaiactie van morgen. Dus hoe luidruchtig het wordt, dat moeten we nog even afwachten.